Er is een hadith toegeschreven aan Imam Hassan al-Askari alayhi salam over dit onderwerp. Over de definitie van shiit zijn. Hij zegt, een man zei tegen zijn vrouw op een dag, ila bint anni. Ga naar Fatima, de dochter van de profeet, alayhi wa alayhi, en vraag haar namens mij het volgende. Deze man stuurt zijn vrouw naar Fatima al-Zahra om antwoord te krijgen op een vraag. Dit laat de hoge positie zien die Fatima zahra die dag had onder de moslims. Ze had een erkende positie, een hoge positie in kennis en spiritualiteit. Mensen kwamen met hun vragen naar Fatima zahra toe. vrouwen direct, mannen indirect meestal. En zij gaf antwoord op de vragen van de moslims. Wat was de vraag van deze man? Enem in Shi'atikum ou lestum in Shi'atikum? Behoor ik tot jullie Shi'iten? Of behoor ik niet tot jullie shiite? Val ik onder de categorie shiite en volgeling van de Ahlul Bayt of niet? Goed, deze man had vast gehoord dat de profeet had gezegd dat de shiite van de Ahlul Bayt, de shiite van Ali salam, zullen zegen op de dag des oordeels, dat zij het paradijs zullen betreden, dat zij de beste zijn onder de schepselen van Allah. Hij wilde weten of hij ook voldoet aan de criteria om shiite te zijn en stuurde zijn vrouw om antwoord te krijgen op deze vraag. Deze vrouw kwam naar Fatimah zu Zahra toe, stelde de vraag van zijn echtgenoot aan hem, aan haar, en Fatimah zu Zahra gaf het volgende antwoord. zeg tegen je echtgenoot het volgende. In te bima Als je handelt volgens dat wat wij jou bevelen, als je handelt volgens onze bevelen aan jou. Wat En als je afziet. Als je afstand neemt van dat wat wij uh, jou hebben afgehouden. Als jij dit doet, als jij onze bevelen opgevolgd. als jij de dingen die wij hebben verboden. Uh, afziet ervan. goed. in Shi'atina. Dan ben jij een shiite van ons. Dan behoor jij tot onze Shi'iten. Kom je onze bevelen na? Uh, neem je afstand van de dingen die wij hebben verboden? Als je dit doet, dan behoor jij tot onze Shiiten. Wa illa fellah. Zo niet, dan niet. Als je niet voldoet aan deze twee voorwaarden, dan behoor jij niet tot onze Shiiten. Goed, ook in deze hadith zien we, net als de vorige twee overleveringen, dat de nadruk is gelegd op het praktische aspect van het Shiiten zijn. Niet op uh, het theoretische aspect. Wat Fatima Touzahra zegt niet: Iemand die gelooft in ons leiderschap. Iemand die gelooft dat wij exclusief het recht hebben uh, op het leiderschap en gezag over de mensen en de moslims. Die is een shiit. Nee, Fatima Zahra gaat een stap verder en legt de nadruk op praktiseren, op handelen. Op gehoorzaamheid aan de Ahlul Bayt. Om een daadwerkelijk shiit te zijn is het niet voldoende om te geloven. In hun leiderschap en gezag. Het is nodig. Dit is een nodige criterium. We moeten geloven in hun leiderschap om een Shi'ite te zijn, maar dit is niet voldoende. Om een volwaardige Shi'ite te zijn, moet je ook handelen volgens de leer van de Ahlul Bayt om tot hun Shi'ite te behoren. Mogen Allah ons succes gunnen om tot de volwaardige Shi'ite en volgelingen van Fatima al-Zahra te behoren. والحمد لله رب العالمين